Het is goed dat het wetsvoorstel FTK er nu is. De pensioenfondsen zullen nu allemaal opnieuw moeten kijken naar de pensioenambities die naar verwachting haalbaar zijn en de risico's die er gelopen gaan worden. En daarnaast moeten de contracten compleet gemaakt worden, zodat iedereen op elk moment weet waar die aan toe is. Een belangrijk voordeel van het nieuwe FTK is dat er ingestoken wordt op meer stabiliteit. Stabiliteit in de premie en stabiliteit in de dekkingsgraad. Een belangrijk nadeel wat mij betreft is dat het contract niet in alle gevallen fair is. We passen kortingen toe bij de deelnemers als het slecht gaat, maar we geven deelnemers nooit meer pensioen dan de afgesproken ambitie. Twee belangrijke gevolgen van het FTK zijn dat de financiële positie van ieder pensioenfonds verslechtert, waardoor dat deelnemers pas weer later zicht krijgen op indexatie. En een ander belangrijk gevolg is dat de financiële opzet van elk pensioenfonds sowieso moet worden herzien. Een van de kansen van het nieuwe FTK is dat er meer gekeken zal worden naar evenwichtige belangenafwegingen over de generaties. Een van de bedreigingen van het FTK is dat het mogelijk zo streng is geworden dat we massaal overstappen naar andere contractvormen dan nu gebruikelijk. Mijn advies aan pensioenfondsen is: breng de consequenties voor uw beleid in kaart. Wij helpen onze pensioenfondsen erbij door uitleg te geven over de wet, de financiële gevolgen te presenteren en een stappenplan op te stellen voor een goede implementatie. De toekomst van de pensioensector is nog niet duidelijk. Er wordt nu nog hard over nagedacht. Wat belangrijk zou zijn is dat we ook veel aandacht besteden aan vertrouwen en aan draagvlak. Want we kunnen mooie producten bedenken, maar zonder draagvlak hebben we daar niks aan.